Naast mij inmiddels aangeschoven Youssef Youssef van LG Sonic. En dat is een bedrijf dat algen bestrijdt met sonargeluiden. Vat ik dat goed samen? Ja, nou, dat vat je heel goed samen. Wij kennen elkaar ook al heel erg lang. Dus dat had ik ook wel verwacht. Wij bestrijden algen door middel van ultrasongeluid en big data. We hebben onze eigen algoritmes om te kunnen voorspellen hoe de waterkwaliteit zal gaan. En gebaseerd op die data kunnen we de water behandelen met ultrason. En die algoritme, die schrijf je zelf of doe je zelf? Nou, dat is een self-learning systeem. Dus wij worden slimmer iedere dag. Nee, dat is echt artificial intelligence. Ja, absoluut. Wij noemen onszelf de CIA van het water. We hebben zoveel data eigenlijk, dat er geen één instituut wereldwijd zoveel data heeft. Van water? Van water, ja, van waterkwaliteit data. Dus een Nederlands bedrijf heeft eigenlijk de meeste gegevens over het water. Ja, absoluut. In bezit. Wij combineren satelliet images, maar wij ook in-situ sensors om die data te verzamelen. Wij zitten in Zoetermeer, maar sinds kort ook een vestiging in Amerika en een vestiging in Dubai. Je gaat wereldwijd. Wij zitten in 52 landen, dus het is 99% van ons product gaat naar het buitenland. En het begin is natuurlijk niet zo heel makkelijk gegaan. Het was ook wel vrij moeilijk gestart in Nederland om een nieuwe technologie met een nieuwe gezichten, met een nieuw bedrijf, de markt te veroveren. Dat was een onmogelijke gave. Maar uiteindelijk is het gelukkig. Ja. En als je nou kijkt naar het zoet water in de hele wereld, zitten wij dan goed? Of zeg je, er komt een groot tekort aan? Of zo, heb je daar dan ook zicht op? Ja, absoluut. Nou, de waterkwaliteit gaat ieder jaar achteruit. Dat is ook bewezen, ook gesproken vanuit de EPA in Amerika. Door de klimaatverandering en door de fosfaat wat we toevoegen aan het water, wordt de waterkwaliteit steeds slechter. Dus we hebben drie problemen met het water. Te veel water, te weinig water en te vies water. En op het laatste zitten wij. Daar zitten wij, oké. Okay. En daar zijn we hier bij de Global Entrepreneurship Summit 2019 in Den Haag. En daar mag jij spreken op het podium bij, ik neem aan, de categorie water. Nou, absoluut. Dat is heel goed gegooid. Inderdaad, morgen spreek ik categorie water. En dan gaat het voornamelijk over hoe krijg je ideeën naar start-ups. En hoe krijg je de start-up naar de scale-up. Want uiteindelijk wil je echt impact krijgen, wil je een probleem oplossen, ja, dat doe je niet vanuit je bed even geweldig denken hoe je de wereld gaat verbeteren. Je doet dat met een bouwen van een duurzame bedrijf, die ook geld verdient en die ook wel groot genoeg is om uiteindelijk impact te krijgen. Morgen hoop ik ook mensen te inspireren, zodat ze ook zelf die bedrijf laten groeien. Nou, en wat dat betreft ben jij zelf een verschrikkelijk mooi voorbeeld, want jij bent echt letterlijk met niks begonnen. En binnen nu 5 jaar, zoiets? Ja, 2011 ooit mee begonnen, aanloop, precies. Maar de eerste 3 jaar was toch weer research. 2014 start met de commercialisatie van het product. En nu zitten we met 30 man, ja, inderdaad, wereldwijd, zeer succesvol. Maar ik heb ook echt, nou, nu als ondernemer krijg ik heel veel aandacht, maar ik heb een geweldige team. Je kent twee van. Ik heb Lisa Brandt, een super, super intelligente CTO. En ik heb een CEO en ik heb een hele, hele mooie team achter me. Want dat is dus ook iets. Als ondernemer moet je dus lef hebben. Je moet gewoon doen, maar je moet ook zorgen dat je goede mensen om je heen verzamelt. Nou, als je een mooi bedrijf wil bouwen, je moet de drie dingen goed voor elkaar hebben. Je moet een mooi innovatief product hebben. Je moet een mooie marketingmachine achter je hebben. En je moet een hele mooie team achter je hebben die ook in jouw visie gelooft. Dus als je die drie als ondernemer voor elkaar kan krijgen, dan is succes gegarandeerd. Gegarandeerd. Nou, dat is dus formule voor succes. Jullie hebben hartstikke bedankt en we gaan luisteren naar je speech. En ik hoop dat je heel veel mensen inspireert. Dank mij je wel. Altijd wel. Dank je wel.